Goed, goedenavond weer en welkom bij het vervolg van de uitwerkingen van de oefenopgaven voor 3 HVO VWO bij Pulsar hoofdstuk 1. En we gaan nu kijken naar opgave 8 van de oefentoets. Beschrijf hoe je een elektromagneet kunt maken. En de simpelste manier om een elektromagneet te maken, de allersimpelste manier is je pakt een Stukje metaaldraad of iets anders dat elektriciteit geleidt. En dat stukje metaaldraad, dat ga je mooi omwikkelen in een spoel. En als je daar een spoel van hebt gemaakt, dus een uh, nou, stukje metaaldraad moet de spoel worden, dan is de laatste stap die je nog hebt deze aansluiten op. Een spanningsbron. Dan heb je alleen wel een vrij slechte elektromagneet gemaakt. Een B-vraag had nog kunnen zijn: hoe zou je deze magneet een stuk sterker kunnen maken? En één manier ervoor zou zijn: bijvoorbeeld er een ijzeren kern in te stoppen. Dus die teken ik nu even zo goed en zo kwaad als het kan er nog even doorheen. Dus hier hebben we. Ijzeren kern, en als we die erin stoppen, dan zijn we blij, want dan hebben we een extra sterke elektromagneet. Um, gaan we gelijk door naar vraag 9: um, hoe kun je de magneten die je hebt gemaakt sterker of minder sterk laten werken zonder hem te hoeven verbouwen? Nou, de makkelijkste manier daarvoor zou kunnen zijn: je haalt deze batterij los. Op het moment dat je de batterij loshaalt, dan valt hij uit. Of je kunt er nog een extra batterij bij zetten. Dan heb je een hogere spanning. Zal er meer stroom gaan lopen. En zal dus de elektromagneet sterker worden. Want de sterkte van de magneet heeft te maken met een van de volgende. Dat zijn vier, vijf dingen. Namelijk het heeft te maken met de kern. Is die van metaal die ook nog een keertje redelijk wat influentie kan hebben, dan uh, doet je het extra sterk. Die heeft te maken met het aantal wikkelingen. En eigenlijk het aantal wikkelingen per meter. Dus als je de wikkelingen dichter op elkaar doet, is de spoel een stuk sterker. En het heeft te maken met de grootte van de stroom. Dit waren vraag 8 en 9. Ik ben Jan Willem van Voorwerpen.nl. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.